sta ik bij het huis van mijn kinderen. Er wordt geen gehoor gedaan. Er wordt gisteren politie gebeld. Ik weet niet waarom. Maar ik ben in ieder geval blij dat ik ze zie. Want er gingen heel veel scenario's in mijn hoofd. Ik ruik de brand en al die dingen. Maar zoals ik zie, is alles gewoon intact. Dus het lijkt op een spooktas hier. Het lijkt op een spookstadje hier in de Laarwes. Alle planten zijn hartstikke hoog. Lijkt dat mensen niet leven gewoon meer. Dus ik weet niet wat we moeten doen. Dat die mensen weer gaan leven. En dat ze hun tuintjes weer mooi maken. Zoals ze dat altijd al deden gewoon. En lekker kunnen drumstellen boven op zolder. Wanneer mensen aan het werken zijn. Ja. En dit. Noemen ze een spookstad. Sadamagara. We gaan leven in jullie blaas. Ik ben nog steeds mooi. Nog steeds gek. Zeg hem maar. Als hij spelletje speelt zo Mario. I'm gonna come for you, Dombolo. Dombolo. Maar Pima, joh. Wat? Ik voel me thuis, mijn kinderen wonen hier. Waar mijn kinderen zijn, voel ik me thuis. Sabi? Zeg, oké, alles is boom. No worries. Ik heb ze onder controle. Greg en Jerry ook. Ze zijn gekrompen voor mij nu. Ze zijn niet meer op mijn lengte. Hi, peace out, VDP. Fidel. Yes?